zou het heel goed doen, maar in mijn ogen doet Stoer het helemaal niet zo goed. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de manier waarop Stoer de taken in het sociaal domein uitvoert voor Oude IJsselstreek. De vakbond heeft het gevoel dat de sociale dienst inwoners zonder werk een worst voorhoudt met een beeld dat iedereen een dienstverband zou krijgen. Ik heb een lid die uh, uh, hoe heet, uh, een jaar lang bij uh, school heeft gewerkt. Letterlijk allerlei uh, klusjes heeft gedaan. Dus, dus zeg maar van cons... Uh, hoe heet dat? Uh, concierge tot aan uh, administratief medewerken. Gratis. Zonder contract, zonder wat. Maar wel steeds meer. Ik kan nog een uurtje extra blijven. Ik vind dat misbruik maken van. De ambitie is altijd die betaalde baan. Dat is het perspectief. Daar willen we naartoe werken. En ik ken de, dit geval niet waar de FNV op doelt, maar het zou kunnen zijn dat die stage uh, tot doel had om uiteindelijk in vast omgezet te worden, ja, dat dat niet gelukt is. Nou, dan is het aan ons de opdracht om te kijken wat we dan moeten doen. En dan gaan we met die inwoners samen kijken wat we van alternatieven kunnen bedenken. Wilke ontving volgens nog een zestal klachten van inwoners van Oude IJsselstreek over stoeren. Sinds begin dit jaar is de organisatie actief als opvolger van Laborijn. De FNV waarschuwt dat de gemeente weer zou kunnen vervallen in de bloemvouwersaffaire, onbetaald productiewerk. Schierenbeek is het daar absoluut niet mee eens. Dat vertrouwen dat zie ik nergens in terug. Uh, het zit hem er dan in dat ze stageplekken krijgen, een contractje van drie maanden, uh, een hey, stagecontract en vervolgens laten ze dat maar doorlopen en doorlopen en de mensen krijgen er geen baan bij. Ik schrik ervan dat de FNV dat denkt want wij zijn uh, regelmatig met de FNV in gesprek en ze weten precies wat onze ambities zijn dus die gedachte ja sorry hoor ik herken hem niet Flauwekul. Wij zijn op zoek naar, uh, naar, naar goed werk voor mensen en de bloemenvouwaffaire affaire waar makkelijk op teruggegrepen wordt, daar willen wij ook niks mee te maken hebben. Wilke heeft ook zorg over het niet uitvoeren van de CAO. Schirnbeck verzekert dat Stoer voornemens is om alle inwoners die op dit moment niet aan het werk zijn een baan te bezorgen of zelf in dienst te nemen, maar dat dit op dit moment nog niet mogelijk is. Wij kunnen ze nu nog niet in dienst nemen omdat Stoer nog niet helemaal klaar is. We verwachten dat tegen het eind van het jaar. En dan is deze CO een mooie uitkomst. Dan hebben we gewoon een mooi arbeidsvoorwaardenpakket voor ze. Welke ervaren de gesprekken met Stoer en Oude IJsselstreek als onprettig? Toch blijven de partijen wel met elkaar in gesprek, volgens Schirrenbeck. Sterker nog, ik heb afgelopen dinsdag nog met de bestuurder van de FNV contact gehad. En wij hebben afgesproken dat we elkaar, voordat hij met vakantie gaat, dus over twee weken, dat we elkaar weer spreken. Onder andere ook over de situaties die u schetst. En nou, we houden gewoon de lijn open.